Dit wordt een enorme graffiti-muur op strijp S. 140 meter lang, 8 meter hoog. De geluidswal die nu langs het spoor wordt gebouwd, wordt als die klaar is helemaal verfraaid met verfkunst. Jongerencentrum Dynamo gaat van de muur iets echt Eindhovens maken met het thema Sound and Vision in het achterhoofd. Zo komen er portretten van Eindhovense artiesten op de muur en ook portretten van artiesten die ooit in Eindhoven optraden. Precieze plan wordt later nog bekendgemaakt. Maar eerst moet deze muur worden afgebouwd. Aan het eind van de maand kan het dan begonnen worden met de graffiti.